Yo Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe video. Ik ben vandaag bij Nintendo en ik ben hier niet alleen, want ik ga Mario Party Superstar spelen samen met... Dit is Jeremy. En Jeremy heeft altijd een lach op zijn gezicht. Jeremy was de allereerste ooit die de Discord server joinde en is tegenwoordig moderator op twitch.tv/Rickachu. Dit is Esmee. En Esmee organiseert iedere donderdagavond een Mario Kart toernooi in de Discord server. Ben je klaar om van haar te verliezen? Join dan de server. En dit is Celine. Ik ben boos. Juist. Hebben jullie een beetje zin in? Yeah! Let's go! Oh, let's go! De magische buis. Oh yeah. Met deze buis is het allemaal begonnen. De reis om een superster te worden. Spring in deze buis en de reis zal opnieuw beginnen. Mm. Ja, daar is die hoor. Koopa! Hey! Troopa! Vet. Waar is iedereen? Het is bijna zover. Het is zo lang geleden dat deze Koopa Troopa er nerveus van wordt. Bedankt allemaal dat jullie zijn gekomen. Via deze buis kunnen we op avontuur gaan. Laten we gaan bepalen wie de superster wordt. Hey! Ik ben heel benieuwd wie jullie gaan kiezen allemaal. Er is geen tijd te verliezen. Laten we op reis gaan naar de wereld van Mario Party. Oud en nieuw. Dit belooft wel echt een hele vette Mario Party te worden. Superstars met allemaal klassieke borden en spellen van vroeger. Ik heb er echt super veel zin in. Yo, daar gaat Koopa Troopa. En trouwens, vergeet niet even om het duimpje omhoog te doen en te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. Ja, precies. Zo. Yeah. Oh, kijk. Oké. Okay. Oh, dacht, ik denk voor Yoshi. Ik wil Koopa Troopa. Oké, okay. We zien het. Esmee heeft Yoshi. En Celine heeft Birdo. Nou, die lijken wel een beetje op elkaar. Dan heeft Jeremy heeft Luigi. Ja, dan moet ik Waluigi. Ja, toch? Ja, zo werd ik dat. Lijkt jou Birdo? Dat zei je toch? Nee, Yoshi en Birdo lijken op elkaar. Wij dachten dat je wilt Celine op Birdo lijkt. Jeetje, gaat de wereld van me open. Ik zal nooit tegen mensen zeggen dat ze op Birdo lijken, don't worry. Deze komt uit Mario Party 2 en deze komt uit de originele Mario Party. Dus ik vind deze eigenlijk wel heel gezellig. Ja, weet niet, ja. Let's go. Right. Oh yeah. Ja, dan zullen we gewoon lekker alles doen? Alles, ja. Bye bye, let's go. Daar gaan we. Hey Yoshi, Yoshi's tropisch eiland. De winst is al binnen, we kunnen stoppen. Bedankt voor het kijken! Nee! Mazzel! Ah, dit ziet er zo leuk uit. Overal Yoshi's. Overal Yoshi's, ja. We zijn hier gebleven in de hoop dat er nog een superster komt. Nou, ze wachten al heel lang op een nieuwe superster. En aan ons om die sterren natuurlijk te gaan vinden. En degene die de meeste supersterren wint, die heeft ook gewonnen. Oh, kijk, zo boos. Ik ga sowieso niet naar Bowser. Oh! Bompie! Boom! Wat is de flas? Die gaat op Jeremy's hoofd straks. Tol betalen. Oh, jeetje. We willen niet betalen. Oh, ja. Gewoon meteen 10, hè, gooit hij. Ja, maar hij zit langs. Hij raakt het eerste voor. De fight is on. Wat is heel gevaarlijk hier. Eerst weggespeeld om 2 te gaan. Ja, ja, geld. Gratis. Oh, hey, jullie dat? Stickers. Oh ja, dat is nieuw volgens mij, hè? Over daar is de ster, jongens. We moeten opletten. Je kan dus nu continu tijdens het spel kan je laten zien met stickers wat je ervan vindt wat er gebeurt. Oh. Bijvoorbeeld een sticker voor lekker hoor, of iets anders. Dat is superleuk. Dobbelblok, let's go! Oké. Dat is niet een heel goed begin, maar ik krijg wel 3 gratis muntjes erbij. Dus dat is chill. Om 3! Oh, hey, gezellig! Ja, dat is wel waar. bam. Oh, nee, uitgetekend! Oh! Actie, je wordt verwijderd uit het spel. No. Oh, snap! Oh, daar! Oh, Bowser! Wat? Waar is ze heen? Jam, wat doe je? Wat heb ik gedaan? Nu is stoot daar links. Birdo! 24 vakjes tot de ster staat er ook bij. Dus we hebben nog wel even te gaan tot de eerste ster. En ik vind het super gezellig dat we allemaal lekker 3 gooien en zo. Oh, minigame! Daar gaan we. 1 versus 3. Luigi tegen ons. Yeah. Ik hou ervan. 3 tegen 1. Vooral als ik niet die ene ben. Hier gaan we. Kijk heel goed. Ja! Oh! Naar links. Het lijkt wel als een lollebolletje. Naar links. Oh, we moeten ook niet elkaar. We kunnen ook elkaar kapot maken. Ja, ik dus we moeten echt bijna uitkijken. Pak hem! Ja! Lekker! Bam. Je gaat van rug. Oh, nee. Ja, valt mee. Nee. Oh,
ongeluksvakje. Even kijken hoor. En daar komt hij hoor. Daar komt hij. Casino dit. Doe een geluksdobbelblok. Oh. Wat is... Oh. Laat je gooien wat je wilt. Oh. Perfect. Doe normaal. Oh, mini game. Let's go. Oh, we gaan gewoon touwtjes springen met vuur. Springen, Luigi. You can do it. Ik ben echt zo bang dat ik zwaar verkeerd spring. Oh, snap. Oh, het wordt hoog. Nee. Ja, maar Esmee die zegt gewoon niks ook. Die zit zo in haar focus. Ja. Esmee. Oh, nee. Rick, stop. Esmee. Rick, Rick, ga je duwen? Nee, kan dat? Nee, gewoon in het echt. Nee! Nee! Ja! Hey. Lekker. Yoshi. For the win. Yes! Kom maar meer. Let's go, dobbelblokken. Ja, dit gaat echt super hard. Oh. Dat is wel echt heel veel beter. Oh no! Oh. Wat? Bowser! Wat? Doei! Wat gebeurt hier? Oh, Bowser! Wow. Dit is vet gedaan. Wat gebeurt hier, man? Staat op een Bowser-vakje. Dat wordt huilen! Bowser deelt uit. Iedereen denkt maar aan munten, maar denken jullie ook aan elkaar? Nee. Eerlijk, delen is erg belangrijk. Oh, zal ik helpen? De munten misschien verdeeld worden over elkaar? Oh. Nee, man! Wat doe je? Yo, ik heb 43 munten! Zo! Wat gebeurt? Nee! Ik ben blut! Iedereen! Wat? We hebben geen munten meer. Die ga ik nu eerlijk verdelen. Ja! Hoeveel had jij er? 43? 43, jongen. Perfect. Yes. Ik had er maar 12, dus ik ben hier wel blij mee eigenlijk. Perfect. Komt ie, hè? Dankjewel, Esmee. Wat is nou? Allemaal 29. Ja. Oké. Okay. Perfect. Bowser, je bent de topper. Dankjewel. Ik ben hier niet tevreden mee. Bowser, maar ik krijg eigenlijk het ongeluk. Gooi twee keer achter elkaar één. Kom niet op Bowser, maar ik raak alsnog al mijn munten kwijt. Heerlijk. Top. Ik ben heel blij. Unique. 20. Oh! Ja, is mee. Lekker. Nu is het tijd, is mee. Lekker. Nu is het tijd, is mee. Schop maar, Birdo. In mijn handen. Celine, ga voor. Ga voor. Ja, ik ben helemaal ingesloten. Oh nee! Esmee, proost zit hier. Wat als ik daar naartoe ga? Ja. Laat me even naar de kaart kijken. Oh, kijk, daar is de ster. Ik ga nu naar Bowser. Ik ga sowieso rechts. Oh. Want ik ga jullie allemaal toch nooit meer inhalen. Dus, je moest tol betalen. Dus ga je maar omlopen. Ja, nee. Ik ga gewoon wachten tot de volgende ster aan die kant komt. En dan ben ik denk als eerst. Maar ja, nu heb jij wel 17 muntjes maar, hè? Ja, dat maakt niet uit. Ik heb er maar 3 nodig om nog een ster te kunnen kopen. Dat is waar. Oh, nee! Ja! Ja, hij staat daar precies. Ja. Het volgende spel wat we moeten spelen is Spijker, Zuil, Valkuil. En Birdo moet tegen ons en Birdo moet ons proberen te pletten. Nou ja, je gaat het wel zien. Dit is echt... Nee! Oké. Dit is echt veel te spannend. Het is wel te doen, ik ga het sneller. Ja, hier, ja. Let's go! Hey! Als ik even een klein beetje hoog cijfertje gooi. 5 tot 5. Dan 5. Moet ik minimaal. Ja! Heb je al geld? Ja. Nou gewoon die... Hoppakeetje. Sterretje is binnen. Hij gaat gewoon zijn eerste ster kopen. En dan nu per ongeluk op B drukken. Ja. Oké, deze ster is nu van jou. Ja, dan kun je wel al die dingen winnen. Maar het gaat om sterretjes, dat hè? Dat is waar. Nog 5 rondes. Je hebt de helft. Oeh. Oh! Kijk, deze persoon staat eerste. Kan je niet horen met al dat gesprek? Wat is er met Birdo? Een gouden buis? Dan word je gelijk bij de ster geplaatst. Oké, volgens mij wel. Kom maar. Celine? Ja. Nee! Hoe dan? Oh, omdat het einde in zicht is, krijg je op blauwe vakjes van nu 6 munten. 2 keer zoveel als eerst. Oeh. En slechte nieuws is dat je ook 2 keer zoveel muntjes verliest op een rood vakje. En als er 2 of meer spelers op hetzelfde vakje terechtkomen, begint er een duel. Wat is dit nou weer? Wat is er nou? Oh, je gaat stelen? Je gaat een ster stelen. Wat 50 munten. Ja, maar niemand heeft een ster natuurlijk, dus ik kan alleen munten stelen nu. En dan kies je dus geen die. Ik doe gewoon toeval. Let's go. Oh, dear! Druk vaak op aan de dief weg te jagen. Oké, komt ie. Oh, spam. Nee! Oh, mijn munten! Ja! 15! Ja? Ja!
Nee! Ja! Ja! Nee! Heb je wel geld? Oh ja, ik heb geld. Oh, dat gaat Birdo. Oh, iedereen gaat nu ster kopen. Ja, ja. Daar de gaat de voorsprong. Lekker. Ja, Celine heeft nu wel luxe. Celine heeft en een ster en ze heeft nog een rap. Ja, ik denk dat Celine gaat winnen. Oké, maar we hebben nu allemaal een klapband. Tenminste, als Esme ons pakt. Josje zei, je moet ons nu allemaal aan de nakken. En dan gaat ze ook proberen. En nee, dat wil ik. Waar ben ik? Waar ben ik? Rem! Ja, lekker! Rem! Versnallen! Nee! Niet nu al! Nee! Kijk uit! Ja! Oh! Oh! Ik zou het muntje wel inleggen. Oh! Ik wil 10. Ik ga 10 inleggen. Luigi tegen Waluigi. Jer! Je moest wel springen bij de bal. Ja! Hij ging zo snel de klok. Oh, dankjewel! Ja, maar nee. Nou, alleen, nu gaat de ster weer naar de andere kant. Ik ga wat zetten. Zo, we hebben even plaspauze en ik ga eens even aan iedereen vragen wat ze er tot nu toe van vinden. Hoi! Yo! Hallo, wat vindt u er tot nu toe van? Ja, super vet. Ja? Heel vet. Ja, 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 ja. Maar Rick staat nu voor, maar wat ik al zei, hardlopers en doodlopers, kom wel goed, kom wel goed. Maar hoeveel sterren heb jij op dit moment? Ja, maar Celine wil ook wat zeggen. Hallo! Hoe gaat het? Ik ben nog steeds boos. Je hebt een ster, hè? Het valt mee. Ik heb wel een ster, ja. Ik zat tweede. Dus het gaat wel goed. Gaat goed. Ja. Hallo? Yo, what up, Nintendo fans? Hoe gaat het? Ja, op zich, nou op sterrengebied niet zo goed natuurlijk. Alleen Rick heeft tot nu toe 1 ster. En wij drie. Ja? Ja, ik word... Jer staat wel laatste, maar hij wil gewoon dat we allemaal als laatste staan. Maar Jer zit, kijk, 4. Ja. Ja. Het staat daar heel erg in beeld, hoor. Celine is tweede. Esme is... Derde. Deze Rikachu is op dit moment eerste. En ja. Oké, we zijn terug van de break. We zitten in ronde 7 van de 10. Dus nog 3 rondes te gaan hierna. En ja, er kan nog van alles gebeuren. Ik ben aan de beurt. En... No! Celine, je gaat nou een voorwerpje gebruiken. Oh. De gouden buis, want die werpt je naar de ster. En dan hebben we gewoon een andere nummer 1 in het klassement. Dit kan ik niet, dit kan ik niet accepteren. Dit zijn Mario Party trucjes van een ander level, jongens. Oh, nee! Wat ziek idee. Ja, de tweede ster is voor Celine. Oh. Hoppa! Pierre, komt goed. Wij krijgen ook een ster. Komt goed. Lekker zeker bezig, birdie. We gaan de sterren van Rick en Celine gaan we afpakken. Ja, allemaal. Allemaal. Kijk. Lekker hoor, Celine. Je staat van de eerste nu. Hoppa! Ja, ja. Hey, dit is golf. We gaan golven. Leuk, je mag beginnen. Ik ben laatste, dat is wel chill. Dan kan ik kijken hoe hard je die slaan. Ik ga meteen voor de Holy One. Oké, dus de vlag is nu iets dichterbij. Nee, nee. 5. Oh, nee. Oh, wat oh, doe je? Oh. Hij vergeet de kracht. Hij heeft geen kracht. Ik heb geen kracht. Oh. Ja. Oh. 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 Oef, oef, oef. Ietsje meer naar rechts. Oké, okay, let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Oh. Oh, nee. Oh, 0,86. Oh, nee. 3, 2. Veel te hard. Oh, nee! Ja, hoor! Het is niet te doen! Hier! Camera gaat even dieken. Ja. Oh, één teken, let's go! Tegen kom Celine! Tegen Celine! Kom maar op! Kaki! Oké, okay, jongens, daar gaan we. Kom maar op, kom maar op! Oh, no! Oké, okay. Oh! Luigi! Hoe dan? Hoe leeg is het daar? Ik had je toch? Moeten we al niet tegelijk geplet worden? Ah! Oeh! Hebben we levens of zo? Ik denk dat we levens hebben. Of we moeten alle 3 in 1 keer plat. Dat is niet te doen, toch? Moet even één van ons moet als eerste boven rennen. Ik weet het niet. Moeten we naar boven rennen? Is dat het? Heb ik gewonnen? Nee! Oh nee! Waar is de uitleg? Ik ging alleen maar wijken beneden. Ik vind het erg, maar we naar boven rennen. Oh, duel. Oh jee. Weer tegen Pierre. Het gaat gewoon alles of niets hier zo. Ja, maar als jij nu verliest, dan ben ik alles kwijt. Ja. Oh, dit ben ik. Oh, daar ben jij. Oh, waar ben ik van? Ik denk dat we gewoon dezelfde route hebben. Oh nee. Maar ja, dus er is eentje de snelste en eentje is de minder snelste. Minder snelste. Perfect. Goed genezen. Oh, wat een stress. Wat een stress. Kijk op. Wat een stress. Geef me die munten! Tenieuw slopen oh, nee. Dit! Oh nee! Kom Luigi! Rennen voor je leven! Kom Luigi! Nee! Nee! Go. Ik ben alles kwijt! Nee! Let's go!
kan eentje afpakken. Dit was het einde van deze video. Ja. Ren dan Yoshi, ren dan Yoshi. Kijk, die Yoshi gaan opeens, jongen. Nou, eerst de ster. Ja. Oh nee! Pozen. Ster weg, ster weg, ster weg. Verlies de ster, verlies de ster, verlies de ster. Let's go. Let's go. Let's go. Oh. Ik heb zat geld hier. Ja. Geld spenderen. Pak maar. 10 tot ster. Ik heb nu plus 5. Je moet 5 gooien dan. Wat? Nee, joh. Ja, maar Celine heeft 3 sterren, hè? Nou. Nah. Celine, oh, ja, je hebt wel geld. Zo. Jij bent wel echt deze geluksvogel gewoon. Ja. Ja, mis. Mis. Ik vind het wel. Okay. De laatste minigame. Oh. Tegen een luigie. Volgo Disco. Ja. Ja! Ja. Ja. Oké, okay, ik ga jullie alle 3 verslaan. Nou, knip. Zo! Dat gaat opeens een stuk harder dan daarnet, heb ik het idee. Oh, sorry, sorry. Sorry, SP. Sorry. Oh. 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 Oh, jullie zijn goed, man. Celine is mee. Of ze ik. Hou vol, jongens, 3 seconden. Hou vol. Hou vol. Ja! Dit was wel een hele vette laatste minigame, moet ik zeggen. Ja. Deze was cool. Deze is echt leuk. Alle rondes zijn gespeeld. Goed gedaan. Wie wordt winnaar van het hele spel? Eerst moeten er nog wat bonussen worden uitgedeeld. Oh, geef mij die ster. Geef mij die ster. De eerste bonus is... Hardloopspelersbonus. Ja, spelers. Voor de beste hardloper. Hij gaat naar... Nee, niet... Nee, joh! Kun je het niet meer inhalen zo? Dit is niet meer te doen. Birdo's. Je hebt er nu 4. Sterren, Birdo. Bowser vakje bonus. Ja, dit is voor 1 van jullie 2, denk ik. Ja! Lekker, Yoshi. Yo, helaas ging er net iets fout bij de uitslag. Wij weten inmiddels wie er gewonnen heeft. Gaan we nog niet bekendmaken, want als het goed is krijgen we dat nu te zien. Tijd om naar de resultaten te kijken. Oh, en dit is de uitslag. Celine is eerste geworden. Esmee. Ondanks het winst van bijna alle minigames, tweede. En de rest hebben we het vandaag niet over. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet te abonneren. Even dat duimpje omhoog te doen. Want op die manier kan ik dit soort vette video's voor jullie blijven maken. En dan zien we je gewoon bij de volgende. Mazzel!